kunt nu luisteren naar Ludwig van Milieu. Ludwig, goeiedag. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Odi, ik groet u. Waar u zich ook mogen bevinden op deze aardbol, Radio Tamara en Tegu Odi. Het is vandaag vrijdag 23 juni in het jaar 2023. En morgen, dus het is, eigenlijk is het al zaterdag, Moesdee. Zaterdag, dus volgend op vrijdag is 24 juni. En dat is dus nu in Nederland, maar voor die luisteraars in andere tijdzones is het nog gisteren. In ieder geval, Odi vanuit warm Nijmegen. Er is een warmtegolf die nu aangenaam Nederland verrast. Ik zeg aangenaam, de landbouwers die zullen er anders over denken. Want ik zie overal dat het gras al begint te verschroeien van de zonnehitte. Dus dat is men hier niet gewend in dit klimaat. Maar dat is een ander vraagstuk. Maar ik heb het even over de Surinamers die nou luisteren en de vrienden van deze Surinamers. Dus ik heb het over iedereen die luistert nu, wereldwijd, dat wij als migranten in Nederland die zomer warmte aangenaam vinden. Er zijn mensen die er anders over denken. Die wachten dan maar op de winter om zich te vergenoegen met sneeuwpret. Maar geef mij maar die warmte. Goed, nogmaals, Odi. En ik zal direct met de deur in huis vallen. Ik weet niet of Iwan u dat had verteld. Maar ik was even er een aantal dagen tussenuit met vakantie. Om even die batterij van me weer op te laden. En want ik wil bij de les blijven en ik hou u minutieus op de hoogte van wat er gebeurt in ons geliefd Suriname. Het is nu week 25 en deze week 25 die gaat vanaf dus afgelopen maandag 19 juni naar zondag 25 juni. Dus tot en met zondag is het nog week 25. Dus we stevenen af op het midden van het jaar. Op het moment dat de 26e week ingaat, dan als je dat met 2 vermenigvuldigt, dan kom je op 52. En een jaar heeft 52 weken. En dan beginnen wij de tweede helft van het jaar 2023 in te gaan. Maar ja, even mijn gebruikelijke volgorde. Ik begin altijd even vanuit de wereldvisie te kijken naar wat de menselijkheid presteert. En dan zet ik Suriname daartussen. Het klinkt bijna denigrerend. Ik zou willen zeggen, we zijn ook mensen, omdat we een geschiedenis lang niet als zodanig zijn behandeld door de ex-kolonisator. Maar ik mag het dus met trots zeggen. Wij Surinamers zijn ook mensen. Hè? We nemen deel aan het wereldverkeer. En we behoren tot een van de zoveel tientallen landen in deze wereld. Organiseren. En we zijn als land zo zoetjes aan bezig met natievorming. Hoe goed of hoe kwaad het ook klinkt. Velen geloven het niet, maar we zijn wel degelijk bezig een echte natie te worden. Alleen gunnen velen ons dat niet. Maar ik kan u zeggen, de processen van Surinamerschap, die zijn al eeuwen bezig in één richting te gaan van een solidair Surinaams volk. Het klinkt in vele mensen oren raar als ik dit zeg, omdat men ons opzadelt met allerlei verkeerde, foutieve en bewust gemene oordelen over het Surinamerschap.
En men legt niet de nadruk op de positieve ontwikkelingen die duiden in de richting van dat we langzaam door vallen en opstaan elkaar aan het vinden zijn. Maar natuurlijk, het is een proces. En een proces herken je aan die verschillende fasen die we moeten doorstaan. En nu zijn we in een bepaalde fase waarbij ons land zo'n aantal tientallen jaren onafhankelijk is politiek. En de betekenis daarvan nog moet gaan uitvinden, omdat we met elkaar overhoop liggen. En dat brengt geeft velen de gelegenheid om onjuiste dingen over ons land en over onszelf de wereld in te jagen. En vandaar dat die verwarring nog groter lijkt. Maar ik ben u niet het verkeerde nieuws aan het brengen. Ik ben u de good news aan het brengen door op die verkeerde dingen de nadruk te leggen. En vele mensen die de wereldpolitiek niet begrijpen, die praten in termen van een dominee, van dat je het goede nieuws moet brengen en de brenger van het slechte nieuws moet worden gestraft. Dat deden die Romeinen vroeger al in die oudheid en in die vroegere jaren. En nu heb je nog steeds mensen die van mening zijn dat diegenen die het slechte nieuws brengen, die hun vinger op de zere plekken durven te leggen, dat die gestraft moeten worden of dat men met die mensen moet afrekenen. En zo is in Suriname een situatie ontstaan waarbij iedereen elkaar, bijna iedereen, laat me dat ding voorzichtig zeggen, bijna iedereen elkaar aan het bedriegen is. Ja, er wordt gelogen, bedrogen. Onze hele geschiedenis is een leugen. Er worden dingen aan ons verteld. En over jaren gaat men het terugtrekken. In het vorige programma, heb ik wat aandacht besteed aan de correctie die de Nederlandse politiek heeft aangebracht aan de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië. Men heeft altijd de Nederlanders voorgehouden dat Indonesië in 1949 onafhankelijk is geworden. En dat is niet waar. En met die leugen heeft men geleefd tot de dag van vorige week. Dus afgelopen week moet ik zeggen. Heeft men een vergadering gehouden in de Tweede Kamer. Waarbij de Nederlandse politiek tot de conclusie is gekomen dat men toch die onafhankelijkheidsdatum van Sukarno, dat men die als uitgangspunt neemt voor de onafhankelijkheid van Indonesië. En daar heb ik al genoeg aandacht aan besteed, maar ik noem het nu om een beetje aansluiting te vinden bij waar ik gebleven was. Ja? En nog eventjes over die hitte dagen en mijn afwezigheid. Ik moet u zeggen, ik ben in Nederland gebleven en heb wat rust genomen aan de zee. Maar daar heb ik dan ook weer ervaren. Ik zeg die dingen omdat ik die dingen zie. En men niet graag over deze dingen praat. Ik ben geweest in, je kan zeggen, bijna de hele westelijke strook van Nederland, die zeekust. En dan moet ik u zeggen, je ziet duidelijk, het kan ook liggen aan die hitte hoor, dus het is geen onderzoek wat ik heb gedaan. Het is gewoon een eerste impressie die ik met u wil delen. Dan zie je toch dat wanneer het gaat om vakantie vieren, een beetje ontspannen, dat je direct de portemonnee van de burger aanspreekt. En dan zie je dat in Nederland er een crisis aan de hand is. De gemiddelde Nederlander kan niet meer op dure vakanties buiten Nederland gaan. En ze moeten het maar binnen Nederland zoeken. Dat merk je dan ook, dat is één. Maar je ziet ook de grote afwezigheid van allochtonen bij het gebeuren aan zee. Omdat, en dat heb ik persoonlijk ervaren, alles peperduur is. Dus het is al zo dat er ook in Nederland er
inflatie geldt, waarbij prijzen enorm de pan uitstijgen voor alles. Je moet voor alles meer betalen, van olie tot en met consumptie. En dat merk je dan ook op die vakantieplekken, ja, waar men plicht te gaan om een beetje te relaxen. Ook daar slaat de crisis toe. Dan zie je ook dat Nederlanders een kwartje twee keer moeten omdraaien voordat ze dat uitgeven. En je ziet die weerslag ervan ook op die aanwezigheid van buitenlanders, of tenminste, laten we zeggen, allochtonen. Dus de niet-witte Nederlanders, de niet-autochtonen, die is dan ook schaars aanwezig op die stranden, op die Nederlandse stranden. Is het voornamelijk een aangelegenheid van de witte Nederlander. En het kan misschien veranderen, maar wanneer het weer zo lekker warm is, dan gaan ook alle gekleurde mensen schaduwplekken opzoeken. En dan moet je niet op het strand zijn, want daar schijnt die zon cremerend op uw huid. Het was echt heel heet. En dan gaat men verkoeling zoeken bij dat water. Maar het lijkt alsof die buitenlanders en die allochtonen die schaduwplekken opzoeken aan land. En ik geef ze groot gelijk. Maar in ieder geval, dat was een van de eerste indruk die ik met u wou delen. Dan bespaar ik u. Hoeft u niet zoveel uitgaven te doen om dat zelf te gaan ervaren. Nee, ik maak maar een grapje. Maar het is dus toch ook een beetje triest gesteld. Dat is die trieste waas die hangt boven deze zomer, die volop in aantocht is. En waar iedereen straks een beetje zijn vrije dagen gaat besteden. En daarom zeg ik dit. Omdat het gebruikelijk is dat die maanden die nu aanbreken, het is al begonnen, maar dat zijn de maanden juli, augustus vooral, en het begint allemaal in juni al, en het eindigt zo eind augustus. Dan heb je hier de piek van de zomervakantie. Maar goed, ik ga verder. We zijn opgeschrikt afgelopen week door een hachelijk avontuur van een vijftal mensen die een onderneming zijn gestart om naar de Titanic af te dalen in hun eigen duikboot. En ik ga het niet herhalen, u kunt het in het hele wereldnieuws lezen. Die boot die is geïmplodeerd. De Titan, de onderzeer, die is geïmplodeerd. Door de druk die onder in het water groter is dan de druk die wij hier boven het water ervaren. Ja? Dat betekent dat niet alleen die boot daartegen bestand moet zijn, maar ook de mens. En wanneer je die boot niet helemaal waterdicht hebt gemaakt en door allerlei omstandigheden er ook in die boot die druk gaat veranderen, en met name ook wanneer de zuurstof opraakt. Er zijn twee problemen gerezen, heb ik begrepen. Dat is dat niet zeker kan worden gesteld dat die omstandigheden in die boot een bescherming boden tegen de veranderde druk in millibar. En de andere oorzaak is het gebrek aan zuurstof. Je kunt maar een maximum tijd verblijven in een ruimte waar je het moet doen met meegenomen zuurstof. En men had dus voor een beperkt aantal dagen wel gezorgd voor een voorraad zuurstof, maar die raakt dan ook op. Maar in ieder geval, die oorzaak blijkt nog niet 100% vast te zijn gesteld, maar er zijn zoveel speculaties van wetenschappers die zeggen dat waarschijnlijk een implosie heeft plaatsgehad. En dat wil zeggen dat hele vaartuig in elkaar is gedrukt door de druk die van buitenaf is uitgeoefend op het vaartuig. En ik ga u niet verder met technische dingen vervelen, want dan krijg ik weer de ingenieurs aan mijn broek die me gaan zeggen dat ik dat ding verkeerd uitleg. Maar kijkt u maar en volgt u het nieuws maar. Het is een wereldtragedie geworden om
omdat natuurlijk met de moderne media de hele wereld deze exercitie heeft kunnen volgen. En het is bijna, kan je zeggen, liedvermaak, omdat men van tevoren, en met men bedoel ik de wetenschappelijke wereld, die de kansen al lang had uitgerekend van dit avontuur, of het goed of slecht zou aflopen. En de voorspellingen waren dan ook dat de meeste wetenschappers het somber inzagen voor dit avontuur van deze vijf personen. Maar goed, mensen zijn mensen en mensen maken fouten en mensen die leven en mensen die sterven. En nu is het laatste het geval, dus ik condoleer iedereen die er leed van mag ondervinden, die zijn naaste, zijn vriend of zijn familie verloren is. Elke dode is er één te veel. Ik ga verder met het nieuws en met de nieuwsanalyse. Namelijk, behalve dus dit internationale feit, ga ik een paar internationale dingen aanstippen en dan ga ik direct over om de binnenlandse politieke situatie van Suriname te analyseren. Ik wil nog even erop wijzen dat we in Honduras is het geweest, ja. In Honduras is in een vrouwengevangenis is er een opstand geweest en er is geschoten. Er zijn tientallen doden gevallen onder die vrouwelijke gevangenissen of gevangenen. En ik moet u zeggen, de hele wereld was er door geschokt. Omdat Honduras ook een gevangene is niet in vrijheid. Je houdt die mensen in een beperkte ruimte en dan wordt er nog geschoten. Dus je krijgt allerlei uitzonderlijke situaties. En het verdriet is dan ook de mensen niet bespaard gebleven. Honduras rouwt om de dood van tientallen, het zijn er meer dan 40 vrouwelijke gevangenen. Oké, en in Brazilië, het nieuws, ik stip het nieuws even aan, omdat ik niet in de diepte ga gaan van de analyse. Maar ik haal het even aan omdat het nou eenmaal gebeurtenissen zijn die waarover geschreven wordt in die internationale pers. En erover gepraat wordt in de media. En u kunt dat allemaal volgen met al die uitgebreide media van vandaag. Vanaf podcasts, radiostations en televisieuitzendingen en privé gemaakte video's. Iedereen kan tegenwoordig met zijn mobieltje een video maken en het rondsturen. U wordt op uw wenken bediend en dat is dan wat men samenvat als de macht, de kracht van de sociale media. Hè? Allerlei vormen van vastleggen van wat men ziet, die zijn nu toegankelijk gemaakt voor grotere groepen mensen en men maakt er gretig gebruik van. Maar daarom is de verwarring in de hele wereld toegenomen. En moet men dus gaan kijken naar andere vormen van het selecteren van het nieuws. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp dat ik een andere keer ga behandelen. Juist, ik was gebleven bij de internationale situatie. Ik had het gehad over Honduras. Welk land is nu ook even in het nieuws? En dat is Brazilië, omdat daar in Brazilië het proces is gestart tegen de voormalige president Bolsonaro en die moet voor het gerecht verschijnen om zich te komen verantwoorden voor de jaren dat hij aanzat, het wanbeleid wat hij heeft gevoerd en zaken, onder andere financiële zaken, die niet in orde blijken. Dus dat proces is vergelijkbaar met het proces waarin Trump de ex-president van de Verenigde Staten verwikkeld is. Daar is ook een proces tegen de ex-president gaande om ongeveer dezelfde feiten. Het verwaarlozen van zijn aandacht voor zijn eigen bevolking. Het nonchalant omgaan met de pandemie die precies tijdens zijn presidentschap heerste.
en waarvoor middelen moesten worden vrijgemaakt. Deze twee presidenten, dan heb ik het over Bolsonaro en Trump, die hadden één ding gemeen, dat ze niet serieus dachten over die pandemie die er heerste en een beetje de neiging hadden in complottermen te denken over wat er zich afspeelde in de wereld. Maar de wereld is er niet uit. Iedereen schijnt een beetje gelijk te hebben gekregen. Maar in ieder geval heeft die pandemie gezorgd voor heel wat deining in de hele wereld. En deze twee presidenten, toevallig in de Amerika's, Trump en Bolsonaro, wordt ongeveer hetzelfde verweten. Bolsonaro die heeft zich ook gekant tegen de verkiezingsuitslag waarbij hij dus verloren had en claimde dat het geen eerlijke verkiezingen zouden zijn geweest. Dat heeft hij afgekeken van Trump, die dat ook vond, dat hij dus niet had verloren. Ja, dan is het einde zoek, dames en heren, wanneer we alles beginnen te twijfelen, dan valt deze wereld niet meer te regeren. Dus we moeten ergens van iets uitgaan. Dus ik hou het nog vooralsnog erbij, die officiële versie. Hoewel ik moet toegeven, de objectiviteit gebiedt mij te zeggen dat er heel wat in deze wereld aan het veranderen is. En er ook op het gebied van de rechtspraak heel wat niet deugt. Overal is er de politiek tussen en wordt er met ellebogen gewerkt en worden er onwaarheden verteld. Als het nou om de oorlog in Oekraïne gaat of situaties in Europa of in Afrika. Ik heb gemakshalve het helemaal niet gehad over grote oorlogen die nu in Afrika woeden. Maar ja, ik kan niet de hele wereld behandelen, maar ik kom zeker een keer erop terug om die verbanden uit te leggen. Maar het komt erop neer. Het is ook geen koek en ei wat er regeert in de wereld vandaag de dag. En nogmaals, de politiek is zo erg doorgedrongen in de instituten in die landen. En het hangt er vanaf wie er aan de regering is, wat men ervan maakt in het eigen land. En het is vaak niet mooi. Niet veel soeps, zegt men. Ja, en dan ga ik nu verder met het internationale nieuws. Voordat ik die stap naar Suriname ga maken, heb ik nog één internationaal ding dat ik onder uw aandacht wil brengen. Dat is de premier van Barbados, Mia Motley. Ja, die gooit hoge ogen op dit moment in de wereldpolitiek, omdat in heel wat media haar naam genoemd wordt als de spreekbuis van de derde wereld als het gaat om klimatologische omstandigheden en de strijd tegen de klimaatverandering. En met name het compenseren van arme landen met financiële middelen voor hun strijd tegen de vervuiling van deze wereld. En daar hebben ze ook een substantiële bijdrage aan te leveren. En leveren die ook. En die kost geld. Maar wat zegt mevrouw Mia Motley, en ze heeft 100% gelijk, dat die inspanningen die arme landen zich moeten vertroosten, zoals u weet is Barbados maar een klein eiland met een kleine economie, maar zij wijst erop dat daarom juist de aandacht moet worden geschonken aan die kleinere landen die in belangrijke gebieden gevestigd zijn, dat die genoeg middelen hebben om mee te kunnen doen met het bestrijden van de negatieve gevolgen van de vervuiling. En de bescherming van het milieu ook ter hand kunnen nemen vanuit hun gebieden. Want als land zijn zij gewoon ook een plek in de wereld. En iedereen, alle landen in deze wereld, die hebben een bijdrage te leveren. Omdat de ecologische waarheid ons heeft geleerd dat de ecologie eigenlijk de hele wereld met elkaar verbindt. En dat wanneer we praten over dus klimatologische veranderingen in de wereld en milieufactoren, dat we daarmee eigenlijk de verantwoordelijkheid van alle landen, van alle volkeren aanspreken.
En Mia Motley die heeft getoond een premier te zijn met ballen. Deze vrouw is zeer goed bespraakt. Heeft het voordeel dat ze Engels spreekt. En dat ze direct dus kan doordringen tot de kern van de zaak in Europa. Door die Britten ook aan te spreken. De Fransen spreekt ze goed aan. Zij heeft samen met Macron het hoogste woord straks op die klimaatconferentie in Parijs. En vandaar dat ik het even aanhaal. En natuurlijk heeft Suriname hier ook alles mee te maken. Maar ik ga met, wat betreft Suriname en de participatie van Suriname aan klimaatconferenties wil ik het kort houden. En u dit zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben in de participatie van Suriname aan het internationale debat. Omdat Suriname weinig aanwezig is op cruciale momenten wanneer er beslissingen worden genomen. Niet meedoet met de discussie, inhoudelijk. Die discussie wordt niet eens in Suriname gevoerd. En Suriname slaat alleen maar een slecht figuur. Als je gaat kijken, als je het vergrootglas legt op Suriname om te kijken wat wij er zelf aan doen. Aan bestrijden van de klimatologische veranderingen. Die negatief uitpakken voor de menselijkheid, dan zie je dat wij een en al bedrog zijn en leugenachtigheid. Weet u, we praten over milieubescherming, dan lees je berichten van dat mensen regelmatig worden betrapt op een brouwfiets of in de nacht met een basket vol met krappe eieren. Ja, en aan de andere kant doet men alsof men meedoet met milieubescherming. En wanneer wordt het iemand 40.000 eieren transporteert in de nacht, dan is dat niet een karwei dat je in je eentje eventjes, omdat je hebt gedroomd over een zeeschildspad. Zo doe je dat niet, je moet het georganiseerd doen. Dus er is gewoon sprake van een georganiseerde criminaliteit in Suriname en overal steekt het de kop op. In het bos wordt op alles geschoten wat beweegt. Ja, men rooft het bos leeg. Ik heb in dit programma aandacht besteed aan de Chinezen die particulieren hebben, die gewoon percelen hebben in Suriname, waar ze koeien, kleine dierentuinen erop nahouden, waarbij ze alles wat beweegt in de natuur verzamelen. En langs allerlei kanalen naar China sturen, omdat men daar wel raad weet met het wild, wat overal in de wereld al aan het uitsterven is, maar wat nog te vinden is in Suriname. En die gekke Surinamers, die geen bewustzijn hebben van de waarde van die zeldzame species, die in Suriname nog in grote getalen aanwezig zijn, die doen er nonchalant mee, die helpen die buitenlanders zelf. Die dieren vangen en ze verkopen ze aan die buitenlander omdat ze geen geld hebben om te eten. Ja, dus wij doen alles voor geld in Suriname vandaag de dag. Dat is samengevat het probleem dat ook nu zichtbaar wordt bij de bestrijding van klimatologische negatieve gevolgen van klimatologische veranderingen. Ja, dus wij doen alles voor geld. En daar ga ik u in dit programma regelmatig meerdere voorbeelden van geven. Het klinkt niet leuk in onze oren, maar het is de naakte waarheid. En dan ga ik tot de orde van de dag over Suriname. Ik heb dus de internationale insteek gebruikt om direct te vallen. En, ja, er valt ook iets terwijl ik zeg vallen, valt er iets. Die hele microfoon waardoor ik praat. U hebt dat ook kunnen horen natuurlijk. En ik ga verder. Dus je krijgt in Suriname is het steeds rommeliger aan het worden. Omdat er een nieuwe fase is ingetreden in Suriname. Namelijk de regerende politieke partijen. En aan de macht is, zoals u weet, in Suriname is een regeercoalitie aan de macht, bestaande uit de VAP als leidinggevende politieke partij
En de AMOP, die is de tweede grote partij die samen de dienst uitmaken. Samen dus de VAP en de AMOP, ja. De zetelverdeling is dat die VAP 20 zetels heeft, de AMOP 8. Dus de VAP domineert in deze regering. En de NPS, die 3 zetels heeft in die regering, die heeft zich al teruggetrokken min of meer. Die is uit die regering gestapt. Die zit er soms wel bij hem in de media mee te babbelen. Maar die hebben niks te zeggen in de politiek. Maar ze dragen juridisch alle verantwoordelijkheid voor wat die regering doet. Omdat ze onderdeel zijn van die regering, hoe dan ook. En de NDP heeft 16 zetels. De BEP 2 zetels gehaald bij de afgelopen verkiezingen. De Partjaloer 2 zetels. De NPS, heb ik zelfs gezegd, 3 zetels. En samen hebben ze 51 zetels. En weet u wat het is? In die verkiezingsaandacht die er nu is, merk ik dat al die partijen bij gebrek aan werk, bij gebrek aan nieuwe gegevens, rekenen ze allemaal met oude gegevens. Men is allemaal zichzelf rijk aan het rekenen. Ja, die 51 zetels, waarvan dus de regerende partijen, ja, er ongeveer 33 hebben, ja, die worden flink vastgehouden alsof men ze nog heeft. Dus alsof die Surinamers dommerikken zijn, dat ze zien, 3 jaar hebben ze nou de tijd gehad. Dat is meer dan de helft van de regeertermijn van de regering Santokhi. Dan kan men toch in die 3 jaren zien van wat er niet is bereikt. En wat onmogelijk, als het in die 3 jaren niet is gelukt, is, gaat het onmogelijk lukken in die 2 resterende jaren. Want dat, een deel daarvan, en dat is nu al begonnen, is men bezig met de verkiezingskaravaan. En heeft men minder tijd om te werken aan de gestelde doelen. En dat is wat die bevolking ziet. Dus u kunt op uw vingers natellen. Men zegt hier in Nederland wel, op zijn Jan Boerenfluitjes kan je berekenen, dat die zetelverdeling, die van kracht was bij de verkiezingsoverwinning in 2020, door de president van Suriname, Jean-Dirk Santokhi, dat die zetelverdeling nu niet meer dezelfde is. De mensen die zijn teleurgesteld in die regering, en dat kunnen ze alleen maar uiten door straks anders te gaan stemmen. Met andere woorden, uitgaan van die verkiezingsuitslag van 2020 is één grote kapitale fout die al die politieke partijen maken. Men gaat uit van oude gegevens. En dit heb ik geconstateerd. Ik volg al een aantal decennia de Surinaamse verkiezingen, dus ik heb meerdere meegemaakt. En ik heb heel dichtbij het vuur gestaan. En ik kan u zeggen, ze maken allemaal van links naar rechts. Allemaal maken die fout. Bij gebrek aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in Suriname. Onze universiteit doet daar bijna niks aan. Ik heb het over toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen dat je veldonderzoek moet doen. Je moet je soldaatjes het veld insturen en nieuwe gegevens laten oprapen in die maatschappij. En die gegevens moeten gebracht worden naar die onderzoeksinstituten van de universiteit. En daar moet een berekening worden gemaakt. Hè. Men noemt het steekproeven. En dan maak je allerlei vormen, je hebt allerlei soorten steekproeven, waarbij je uit een kleine sample, dat is een steekproef, is een representatieve verzameling van een nog grotere verzameling, een deelverzameling. En dan moet je conclusies kunnen trekken uit wat je dan ziet. En vooral wanneer je dat van tijd tot tijd doet, dus in de tijd verschillende keren een steekproef trekt, zo zegt men dat, dan moet je conclusies kunnen trekken over de gang van zaken in jouw land. Maar ik moet u zeggen, een tijdje was het Bureau van Statistiek onder leiding van mijn Snow, was op de goede weg. Ja, en ik weet niet of ze nog op die goede weg zijn, maar
Er zijn zoveel interne problemen. De politiek is zich ook daar gaan bemoeien met allerlei dingen, waardoor die instituten worden uitgehaald en monddood worden gemaakt. Je kunt niet meer zeggen wat je ziet. Je kunt niet eerlijk praten over de situatie in Suriname. Want als het de regeerders die op dit moment aan de macht zijn, als ze er niet zijn, dan besteden ze er geen aandacht aan. En dan leggen ze al die resultaten gewoon naast zich neer. En ze doen er niks mee. En dat verklaart voor een deal de grote stilstand en verwarring in Suriname. Men babbelt maar uit de losse mouw. Men doet wat men noemt in fatsoenlijk Nederlands natte vingerwerk. Dat betekent, je doet als slagbaar in het ronde van wat je denkt dat je zou moeten doen, maar het is nergens op gebaseerd. En weet u, ik viel gewoon achterover. Ik luisterde, ik heb een paar dagen afgelopen week even vrijgenomen, maar ik heb het niet kunnen nalaten om toch het Surinaamse nieuws te volgen. En dan val je gewoon achterover als je interviews hoort met iedereen, hoor. Iedereen komt tegenwoordig in een interview of op de sociale media komt die persoon aan het woord. Dus je hoort van alles. En wanneer ik zie dat in de politiek er mensen als Bronto, Somaharjo, Brunswijk, Boutersen, je kan zeggen de minst geschoolden zijn dat, hè. Die komen met allerlei politieke uitspraken. En ik ga u ze voorhouden en ik kom erop terug. Want het is heel belangrijk om aan te geven wat er in Suriname nu aan de hand is. Namelijk, Bronto Somaharjo, die komt met een nieuwe stelling. Dat elke politieke... Ik heb die dingen genoteerd en vastgehouden om ze te betrekken in de analyse. Want zo denken ze in Suriname. Bronto vindt dat elke politieke partij een etnische basis heeft, een raciale basis. Dus het is, want natuurlijk, zijn vader heeft hem geleerd dat de PL, dat het een Bromtjidjari is en dat de PL ook niet meer een Javaanse partij is. Ja, dus dan moeten ze een formule vinden. Dus ze zitten met zichzelf in de clinch. Brunswijk zegt ook dat hij deelneemt aan een pluriforme regering, een Bromtjidjari multiculturele regering. Dus hij moet ook doen alsof hij met nationale dingen bezig is. Maar in feite is hij alleen bezig met zijn achterban en met zichzelf. Ja? Dus je ziet diezelfde uitspraken. En ik ga u die uitspraken noemen in dit programma, omdat ze dat niet kunnen ontkennen. Een Brunswijk krijg ik een uitspraak van hem. Het komt erop neer dat hij vindt dat om aan de macht te blijven, moet je met iedereen werken. Dus Brunswijk heeft uitleg van het standpunt van de ABO over samenwerking bij de komende verkiezingen. En zijn visie op bondgenootschappenpolitiek is dat je met iedereen, je moet met iedereen samenwerken. Maar eigenlijk zegt die arme jongen, hij zegt dit. Hij zegt, luister, ik zit in de politiek en ik wil aan de macht blijven. Dus is het met Koko Diako? Ga ik met iedereen samenwerken om aan de macht te blijven? Dat zit in die man zijn tonton. Dan hoort u toch dat hoe die man denkt. En toch zie je dat Surinamers deze mensen serieus nemen en met ze in discussie willen gaan. Ik vond het heel zielig een discussie te moeten aanhoren tussen meneer Bronto en meneer Sabina. Die ik dus toch wel hoog heb zitten. Dat is de voorzitter van de BEP. Die met twee zetels. Dus de BEP heeft hoe dan ook bij die afgelopen verkiezingen twee zetels gehaald. Dus een partij die deelneemt, moet ik zeggen, ik verhaspel het een beetje, die deelneemt aan die parlementaire politiek in Suriname. En dan zie ik hoeveel moeite Sabina heeft om in discussie te gaan met meneer Bronto. En meneer Bronto die lokt hem natuurlijk, die heeft hij goed geleerd van zijn vader, die lokt hem in een val. En dan zie je dat Sabina die wil niet in die val gaan.
En begint te stotteren en te hakkelen en kan niet duidelijk maken wat hij wil zeggen. En dan zie je dus de probleem van de taal. Want ik analyseer, ik ga al deze voorbeelden aan om voor u te analyseren waarom het zo rommelig is in Suriname. En men steeds meer moeite zal hebben om die politiek te kunnen volgen. Omdat die mensen beheersen de Nederlandse taal niet. Ze kunnen dingen niet goed samenvatten, kort en duidelijk zeggen waar het op staat. Dat kunnen ze niet. Dus ze draaien om die hete brein heen en dan hoor je allerlei rommel. En het wordt geponeerd alsof het geweldige wetenschappelijke waarheden zijn. En dan zal ik u niet onthouden om ook die nonsens die uit de mond van meneer Boudersen komt. Want met Boudersen zal ik het nog even over een aantal zaken die Boudersen zegt hebben. En weet u waarom? Omdat ik een eerlijk antwoord wil geven aan diegenen die mij kritiseren. Want ik word ook gecritiseerd en ik kan tegen kritiek. Dus ik luister naar die kritiek. Dat men vindt dat ik heb een Boudersen trauma. Omdat je mag Boudersen niet criticeren. Je mag kritiek hebben op Santoki. Je mag kritiek hebben op iedereen, op Nederland, mag je schelden. Maar kom niet aan Boudersen voor sommige NDP'ers. Ja, dan pleeg je doodzonde. Want je komt daar naar hun guru. Nou, ik zeg, ik heb niks tegen Boudersen. Maar wanneer hij rommel verkondigt, ga ik u dat gewoon zeggen. En als Boudersen 80% van wat hij zegt dat het rommel is, gaat hij van mij 80 keren horen, 80% kritiek horen op die rommel die hij vertelt. En ik heb nu even in verband met, ik vergelijk hem met Bronte en met Brunswick. Ik zie dat toevallig allemaal met een B beginnen. Bronte, Brunswick, Boudersen. Dus pas op, al die mensen die met een B beginnen in de politiek. Dan kan je met een van deze kandidaten te maken hebben. Boudersen die horen een uitspraak van Boudersen. En ik ga die uitspraak herhalen om u te laten zien dat deze mensen constant rommel verkondigen, de politiek enorm vervuilen en schade toebrengen. En in die tussentijd vernietigen ze wel het land Suriname, want ze maken gebruik van belastingcenten, ze maken gebruik van de publieke ruimte om met hun postulaten te komen. En dus je moet ze serieus nemen. En Boudersen zegt, no one man is rotomi. Ik ga een paar van die quotes van Boudersen voor u herhalen. En dan moet u zeggen of het familie is die een trauma heeft omdat hij dat hoort. Als Boudersen dat roept in de publieke ruimte, no one man is rotomi. Ja, wie ik, deze, de lange Boudersen, no one man is rotomi. Ja? En als hij op OCR zit, of staat te roepen op het podium, dat al moet hij zijn braaksel opeten, ja, gaat hij doen wat hij wil. Ja, dus hij zegt eigenlijk hetzelfde als Brunswick. Als Brunswick gevraagd wordt, met wie gaat u samenwerken? Hier in Brunswick, komt tijd, komt raad. Boudersen zegt, time will tell. Zij allemaal zeggen hetzelfde. Ze praten elkaar na. En ze bedoelen in feite, ik ben een opportunist, zeggen ze. Ik ben een opportunist. Ik wacht tot er een situatie gewijzigd is. En ik kies die positie in. Ik neem die positie in die mij aan de macht helpt. Dat is opportunisme. Opportunisme is dat je niet van tevoren een principe hebt. Je zegt niet van bloemen moeten water krijgen. En wanneer iemand bloemen geen water geeft of wil geven, dan handelt hij tegen mijn principes. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen, luister, dan ga ik zaken doen met iemand die bloemen vertrapt en droog laat worden, buiten in de zon houdt zonder water. Dan wil ik wel met die persoon werken, als ik maar aan de macht kan blijven. Dus dat zeggen ze in feite. Dus de politiek van deze mensen is waardeloos. En dan wil ik eventjes nog wat zeggen wat me heeft gestoord. Namelijk, want ik zag toen ik hoorde dat die Surinaamse politieke partijen hun verkiezingspropaganda aan het opvoeren zijn. Toen dacht ik, wacht even, dan moet ik gaan opletten, moet ik rechtop gaan zitten. En dan hoor ik dat zo'n Harjo
die laat bekendmaken in Suriname dat een Indonesische organisatie heeft hem een of andere onderscheiding gegeven. Dus hij wordt onderscheiden in Indonesië. Dus weet u, dat is het absurde van de Surinaamse politiek. Men noemt het buitenland de hele tijd in de vorm van een criterium, een onderscheid willen ze maken, dat wat ze doen relevant is. En dat bewijzen ze met buitenlandse prijzen. Hè? Brunswijk, die moet nog een prijs gaan ophalen in Afrika. Hem toegewezen door meneer... hoe die grappenmaker weer, die met allerlei diploma's bezig is. Rampersat. Hubert, professor Hubert Rampersat. Zorgt ervoor dat Brunswijk een onderscheiding krijgt uit Afrika. Van most outstanding politicus. Ja, hij moet die onderscheiding halen in Dubai. Hij moet uitkijken dat hij dat een enkele reis wordt als hij gaat. Maar goed, zo, daarmee is Suriname bezig. Alleen maar poppenkast. Poppenkast. En intussen, dat vind ik jammer voor het land. Dan vergaat het land onder allerlei problemen die niet worden opgelost. Want nogmaals, je kunt de hele dag naar Bronto blijven luisteren, maar er wordt geen probleem opgelost. Vanaf Bronto minister is hij bezig ambtenaren te tellen. En ja, als je weinig opleiding hebt, dan gaat het tellen je moeizaam af. Dus op een gegeven moment is hij nog steeds aan het tellen. En dus dan heeft hij zoveel ambtenaren geregistreerd. En dan haalt hij van sommigen iets weg. En krijgen anderen weer een aanstelling. Dus er is wat geen touw aan vast te komen. Maar zijn vader heeft hem geleerd dat hij nou moet gaan vertellen dat elke politicus... Dus hoor die stelling van Bronto. Nee, van pa. Pa, sommo napraat. Elke politieke partij heeft een etnische basis. Ja, nou weet je toch al genoeg hoe deze mensen denken. Als elke partij een etnische basis heeft. Dat betekent dat die man zegt gewoon, mi otaki, dat mi nou wat broodje dari. Maar we blijven een Javaans belang boven andere belangen stellen van andere groepen in Suriname. Dat zegt die man aan je, waar je erbij staat. En dan zoekt hij toch nog, en heb je toch nog van die, en dat zijn helaas moet ik zeggen, meestal zijn het mensen waartoe ik zelf behoor, die Creolen, die weinig ontwikkeling hebben genoten, die voor een beetje geld, een broodje bakkeljauw of wat, achter dit soort maloten aanlopen. Die heb ze in de NDP, heb je ze, een soort aanhang. Ik heb in een interview destijds, toen ik nog deelnam aan die activiteiten van de zogenaamde RIVO, de NDP bestond toen nog niet, maar daar heb ik een interview gehad met meneer Boutersen. En hij zelf zegt het. Hij zegt, en dan doelde hij op die Creolen van de NPS, want Boutersen had een hekel aan de NPS. Op podia zegt hij wel dat Fine Atibita, dat zegt hij op podia, maar in de praktijk is hij even verbitterd over Fine als Fine over hem. Laat daar geen twijfel over bestaan. En dan zegt die man gewoon, al zet je voor een bezemsteel een broek en een hemd en je zegt iets een nonsens, lopen die NPS'ers achter je aan. Dus zo kwalificeert hij die NPS-leiders. Dat zijn uitspraken van meneer Boutersen. En toen ik deze man zo hoorde praten, begon me steeds meer het gevoel te bekruipen dat hij heeft wat men noemt een boerenslimheid. Dat wil zeggen, het handig kunnen manipuleren met wetenswaardigheden van het volk. Want hij kent het volk redelijk goed hoor. Dat kan ik u zeggen. Boutersen die kent het volk. Maar wat uit zijn tonton komt, wat die hersenen moet passeren voordat het in zijn mond komt, is niet veel soeps. En dat wil ik u telkens met feiten, wil ik dat bewijzen. Ik heb geen enkele rang kunnen. Ik benadruk dat speciaal voor die mensen die vinden dat ik getraumatiseerd ben. Zodra ik de naam Boutersen hoor, dan word ik boos of wat. Ik zeg dat ik gun die man
een prettig leven. Ik gun hem van alles. Maar als ik zie dat zonen van die man in de fout gaan, criminelen worden. Als ik zie dat die man te maken heeft met wapenopslag in zijn huis, mag ik er niet over praten. Ik mag volgens de NDP'er, moet ik mijn mond houden. Ik heb meegemaakt. Ik heb een en daar ga ik nou ook over. Ik moet even de tijd in de gaten houden. Maar ik heb bij een cambio gewerkt. Ja, en ik heb die cambio-houder die de grootste bank is geworden nu in Suriname. En in de tijd toen hij nog geen bank was, heb ik die man gemotiveerd om bank te worden. Omdat ik hem wilde wijzen dat hij liever kan deelnemen aan het reguliere verkeer dan in de duisternis en een half schemer, noem men dat, hè? In die grijze en half schemerige toestand met wisselpraktijken bezig te zijn. Dat hij liever zich gaat concentreren om een officiële bank te worden. En wat is die meneer gaan doen? Die man is inderdaad een officiële bank geworden. Maar hij is die schemerpraktijken in die bank gaan voortzetten. Dat weer niet de bedoeling was. En zo is het nieuws van vandaag de dag. Ik kom van een korte vakantie, dus ik dacht, ik wil deze dag niet overslaan, want ik kan heel makkelijk zeggen dat ik de volgende keer aan de beurt ben weer. Maar ik dacht, nam ik u toch een paar dingen voor hoor, die ik, terwijl ik zo een beetje aan het rusten was en mijn boeken zat te lezen, ik was bezig een paar filosofen te lezen over politieke vraagstukken waar ik later mee ga komen, maar ik keek zo naar Suriname en ik luisterde naar al die commentaren en toen zag ik dat het niveau allerbedroevendst is in Suriname. Ik moet u zeggen, hier en daar een uitzondering en ik moet eerlijk bekennen, ik zeg het telkens in het programma, ik hoor af en toe goede geluiden uit de intellectuele kringen van de Palu, maar ik weet toevallig ook dat uit diezelfde club er ook een paar waardeloze dingen zijn voortgekomen. Dus ik moet die dingen in balans houden. Maar je hoort dus af en toe wel een goede analyse in Suriname. En dat geeft me hoop. Dat er toch mensen zijn die snappen wat er aan de hand is in Suriname. Dat ding is niet zo moeilijk. Maar je moet de juiste visie, de juiste analyse moet je hebben. Om de realiteit van elke dag daarmee te benaderen. Ik ga naar het einde. Maar ik wil u snel nog een paar kleine nieuwsfeiten voorhouden. Ik werd weer ontmoedigd toen ik las hoeveel mensen elkaar neersteken in Suriname. Doodsteken, moord en doodslag is aan de orde van de dag. En twee dingen zijn me opgevallen in het verkeer deze keer. Het rijmt een beetje. Er is een 51, die man is, dacht ik, 51 jaar, ja. Een man, een zekere Steven S., die rijdt 5 jaar al zonder rijbewijs. En die man komt voor een of ander eerder begane verkeersongeval. Komt hij voor de rechter. En die rechter vraagt, die zegt die man van, hé, je rijdt al 5 jaar zonder rijbewijs. Jaraman naar rechter. Ja, maar die man dacht dat die rechter, die rechter zei, kijk, we hebben je nou gepakt, hè? Want je hebt de aanrijding gemaakt met een dodelijke afloop overigens. Dus maar die rechter zegt maar, luister, ik constateer dat jij al 5 jaar zonder rijbewijs rijdt. Dus toen die rechter dan vroeg, hoe lang rijdt je zonder rijbewijs? Ja, maar 5 jaar. Nou, de rechter zegt, maar waar rij je dan? Want als we nu pas maak je een aanrijding. Maar misschien heb je meerdere gemaakt, dus waar heb je gereden? Jeraman naar rechter. Ik rij waar de politie niet is. Ik dacht, dit is het niveau. Kijk, weet u, en dan, stel eens voor, je bent raadsman van zo'n man, hè? Je bent raadsman. Nou, dan geef u toch ook al naar zien het niveau waar de rechtspraak in Suriname in beland is. En dan gaat de rechter gaat mee met die man in discussie, hoor. Die rechter is ook van hetzelfde lager een bak, hier een rechter nog. Ja, maar dan, waarom moet je op de openbare weg gaan rijden? Je kon toch in die privé binnenweg rijden. Dus die rechter die het hele dossier van die man voor zijn neus heeft, en ziet dat die man geen rijbewijs heeft, geeft die man een advies
dat hij niet op die openbare weg moet gaan, maar hij in een privé, in zijn erf mag hij zonder rijbewijzen rijden, mag hij zijn tabletten rijden, en mag hij over zijn dochter en zijn zoontjes heen rijden, maar hij moet niet op die openbare weg komen. Dat is het niveau van de rechtspraak in Suriname. Ik volg al die dingen. Ik denk, ik ga mijn tijd niet meer verliezen aan dit soort zaken. Maar ik ga u nog eentje voorhouden. Ja? Een jongen, die jongen is 22 jaar, dus minderjarig is hij niet. Maar een jonge verkeersdealer begaat ook een of andere dodelijke aanrijding. En dat is een aanrijding op de hoek van de Latchman en die Kerrystraat. En dan gaat zijn slachtoffer, gaat meters de lucht in, Jan, en hij sleept daarna, als dat slachtoffer valt, dan sleept hij die man nog 60 meter verder met zijn auto, en dan een advocaat doet moeite om te bepleiten dat die man een zachte straf kreeg. Dan denk ik bij mezelf, ja, nou, kijk, ik was vergeten te zeggen, in het vorige geval, met dodelijke afloop, kreeg de man drie maanden celstraf. Dan is die man klaar. Ja, en dan zeg ik bij mezelf, als jij 3 maanden krijgt omdat jij verkeersmoordenaar bent, dan zou ik iedereen adviseren van, als je wil afrekenen met iemand, go nakamanai, otto, dan ga je 3 maanden lekker gevangenis eten. Dat is vissoep, elke dag vissoep. Ja, gemaakt van die vissen met cyanide en kwik. Ga daar een lekkere soep van eten. 3 maanden en dan ben je van het probleem af. Het is toch hemelschreiend in Suriname. En in dat verband noem ik dat. En dan wil ik nog eventjes dit zeggen. Dat we gaan naar die 1 juli datum. En aan de orde is nog steeds in Suriname. Dus de meningsvorming over wat er is gebeurd in die slavernijperiode. Ja, ja. Ik kom erop terug. En ik kreeg al wenken van de hoofdredactie dat ik het heb gehad voor deze keer. Ik had 4 meer willen behandelen. Maar laat me u dit zeggen. Tot slot. Ik kom nog terug op die slavernij-situatie en op het racisme. Wat in Suriname nu de spuigaten uitloopt. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Mulier voor Radio Tamara, ik dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Ludwig, bedankt. En inderdaad, tot de volgende keer. Ja, Johan. Ja, beste luisteraars. En dit was dan het einde voor wat betreft de column van Ludwig op deze zaterdagochtend.